Aardparadijs is een stuk wat eind jaren 60 geschreven is door Tennessee Williams, een Amerikaan. En het gaat over drie personages aan de onderkant van de samenleving die proberen een plek voor zichzelf te veroveren om te leven of te overleven. En leven in de zin van bijvoorbeeld als ik een boerderij bezit, dan heb ik recht van bestaan. Dus het gevoel van iets willen bezitten en daardoor kunnen bestaan. En overleven omdat er een stormvloed komt. Dus de dijken worden doorgebroken en er komt een hele grote overstroming aan. En die moeten ze zien te overleven.